slecht met je? Ja, het gaat eigenlijk goed, man. Ik ben een levensgenieter, dus het gaat altijd als ik je goed. Een beetje zeg maar, volg zo op Snapchat en ik check een beetje wat je allemaal doet. Ja. Inksen, daar ben je aan het presenteren, daar weer in gesprek met de grote tv-zender. Ja. Is er nog echt iets binnenkort wat eraan gaat komen wat de mensen nog niet weten? Nou, eigenlijk doe ik wel gewoon hetgeen wat mensen van me weten. Ik bedoel, ik maak altijd wel muziek. Ja. En dat is ook wel gewoon hetgeen wat het meest diep in mijn hart zit, zeg maar. En daarnaast ben ik ook presentator. En bij de Avrotros heb ik nu gewoon een goede platform waar ik ieder jaar toch weer een paar leuke programma's mag neerzetten sinds vorig jaar. Ja. En dit jaar zijn we weer hele toffe dingen aan het bedenken. Naast tv presenteren, kwam gisteren ook je nieuwste hit uit. Ja. Met Anu Day. Ja. Streets. Ja, Streets, man. Ja. Waar het allemaal ooit begonnen is. Ik ben een jongen uit Amsterdam-Oost. En ik vind het belangrijk om nooit te vergeten waar het begonnen is. En dat merk ik ook wel aan de reacties over deze track. Ja, toch? Dan heb je laatst een plaat hier naar plaat voor gekregen. En dat is een track uit elkaar. Ja, klopt. Ja. Maar hoezo nu dan? Je hebt toch, denk ik, je bent volgens mij al 5 keer plaat hier naar gegaan met CD verkopen en zo. Ja, klopt. Ja, het bizarre is dus, kijk, in de tijd dat uit elkaar uitkwam, om precies te zijn 2008. Bizar, hè? Ja, even alles zo lang geleden. Toen was er gewoon geen Spotify. En ook oude tracks worden geüpload. Deze is zo hard gegaan dat ik... eerst kreeg ik goud, dus toen schoot ik al in de lach, dacht ik serieus. Ja. Ja, toen kwam ook nog die platina erbij. Maar uit elkaar is ook wel een speciale track, man. Als ik die in mijn shows als ik een show heb, moet ik die gewoon soms 2 tot 3 keer doen. Dat is een soort jeugdsentiment. Word je niet gek ervan, want je hebt hem zo vaak nu al gedaan? Of is het elke keer weer dat kun je dat gevoel? Nee, je wordt er niet gek van. Weet je, je weet gewoon dat bepaalde tracks, dat zijn gewoon juweeltjes. En daar is uit elkaar één van. En dit is één van de tracks waar ik tot de dag van vandaag zoveel optredens door kan doen. Mm. Kijk, niet iedereen volgt me even goed meer op de voet misschien. Maar ik denk dat heel weinig mensen weten dat ik gewoon per week wel zeker 3, soms wel 4 shows in de week doe. En dat komt echt wel mede door het succes van uit elkaar. Ja. Los van muziek en alles. Ja. Je bent ook al een tijdje bij je vader. Ja. 2 prachtige kinderen, Yassine en Celine. Ja. Hoe is het dan om bijvoorbeeld zo'n titel te winnen als beste vader? Wat je zeg maar laatst meedeed in het programma. Dat was super heavy. Want ik zei al tegen mijn zoontje, luister, papa heeft nog nooit meegedaan aan een spelprogramma papa heeft en gewonnen. Gewonnen, ja. 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 Nee, maar letterlijk. Ik ben altijd... Alvast voorbereiden op de teleurstelling. Ik ben altijd de loser. Ik heb 2 keer meegedaan aan bijvoorbeeld, ik hou van Holland. Ik zit altijd bij het verliezende team. Ja. Dat soort shit. Maar dus ik zei, we gaan en ik doe het voor jou. Maar ik weet niet wat het is. We hadden die dag gewoon een bak geluk gegeten of zo. En we hebben gewonnen ook nog, man. En wat maakt je, wat zijn nou de dingen die je echt een goede vader maakt? Ja, weet je, het is, ik ben best wel vroeg vader geworden, weet je. Ik was 23. Lijkt me ook moeilijk. Ja, omdat dat ik... Dat is ook in de periode dat je carrière echt ging. Ja, ik was toen gewoon in mijn hoogste piek misschien wel. Maar ik weet niet, het was geen ongeluk of zo. Het was bewust. Ik wou gewoon jong papa worden. En daar geniet ik nu zo van. Want al heb ik een show vrijdagnacht, zaterdagochtend sta ik gewoon als coach bij het team van mijn zoontje, weet je. Ja, dat vind ik het mooiste wat er is. Maar kijk, geloof me, ik heb in mijn korte carrière, of hoe je het ook wil noemen, lange carrière, heb ik best wel wat awards en prijzen gewonnen. Maar de allermooiste prijzen zijn toch die kids, man. Daar kijk je elke dag naar en denk je van, wow, man, dat is een award voor years, man. Ja.